Ik ben een Hollander die droomt van ergens anders. En als ik ergens anders ben, ben ik toerist. Dat we dan een druppel op ons hoofd voelen en dat we onze telefoon pakken om te checken of het regent. Als je geen ebola wil, moet je een beetje voorzichtig zijn. Gewoon logisch nadenken. Je hoeft geen gekke dingen te doen, maar gewoon, je moet niet met een paar honderd man in een afgesloten ruimte gaan zitten een hele avond. Ik ben een vader die waarschijnlijk veel te soft is. Ik ben een man die stoere mannen dingen mis. Toch wel hoeveel kussen en welke wang beginnen. Hoe vaak ik niet een tante vol op de bek heb gepakt. Ik ben een provinciaal die niet zonder de stad kan. Ik ben een klusser, maar mijn afzaagkap hangt schuin. Abu Bakr al-Baghdadi. Hoe is je Abu Bakr al-Baghdadi? Hey, ja. Is papa kalief? Ja. Het is het wonder van de landing. Of misschien zijn ze opgelucht dat ze voor een landing niet hoeven bij te bedragen. Maar ik weet het niet. Maar mensen gaan nog blij dat toestel uit de oog werd. Hun banken vielen om, zodat ze in armoede moesten leven. Hun broeders werden ziek, zodat ze in angst zouden verkeren. En elkaar nog slechts met de heup durfden begroeten. Bij een boer, vraag ik me af, is hij ook zanger? En bij een bakker, denk ik, soms is hij toerist. Als ik een immigrant zie, denk ik, is hij tuinman? En soms denk ik, niemand is alleen maar terrorist.